Welkom allemaal bij dit onderwijscafé over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mijn naam is Simon Tans. Ik ben de themaleider onderwijsinnovatie en ontwikkeling bij Teaching Learning Center. En ook nog docent internationaal en Europees recht, maar dat is nu veel minder belangrijk, denk ik. En ik ga vandaag in gesprek met een aantal mensen over PPO-leerlijnen en hun ervaringen daarmee. En naast mij zit Annelies van Ede, reumatoloog. Zeer actief in het onderwijs en je hebt een grote rol gehad in het invoeren van de leerlijn patiëntcontact, professionaliteit bij geneeskunde en biomedische wetenschappen. Ja, dat klopt. Welkom. Dank je. Petra van Geur, UAD bij het UAD Patient Centered Professional Development bij de medische faculteit. Ja. En ook zeer betrokken, of zelfs een pionier, bij het ontwikkelen van het curriculum ten aanzien van PPO. Ja. En Niels Muller van het Donders Institute for Brain Cognition and Behavior. En ook jij bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit soort initiatieven bij psychologie, geloof ik. Ja. En nu bezig met het ontwikkelen van een Behavior Lab, is dat de Living Lab. Living Lab, ja. Dus vooral dit hele stuk op een interdisciplinair level brengen. Ja. Dus drie ervaringen met PPO. Om met jou te beginnen, Annelies, kan je wat vertellen over de initiatief tot nu toe en hoe dat gegaan is? Ja, het initiatief wat we doen. Ja. Hè, wat we doen bij studenten in de bachelor geneeskunde en biomedische wetenschappen, hebben we een leerlijn patiëntcontact en professionaliteit ontwikkeld, waarbij studenten enerzijds patiëntcontacten vroegtijdig al met patiënten in aanraking komen en anderzijds een stukje professionaliteit, dat is eigenlijk natuurlijk coaching. Ze worden ingedeeld in groepjes van 8 met 1 coach per studiejaar en per studiejaar ook weer door elkaar gehusteld. En in dat studiejaar zien zij elkaar een keer of 8, 9 in een groepsbijeenkomst. En zij zien ook een keer of 8, 9 individueel de coach voor een individueel gesprek van een half uur. En die leerlijn die was in 2015, mochten we daarmee beginnen. En toen hadden we eigenlijk helemaal niks. En we zijn begonnen bij jaar 1 en hebben we daar een programma voor ontwikkeld met thema's en werkvormen. En zijn het dus al zowel inhoudelijk als logistiek vorm gaan geven. Mooi, ja. En ik denk dat Petra heel veel kan vertellen over het idee daarachter misschien. Precies. Waarom zijn we dit vorm gaan geven, hè? Ja. En misschien is het wel leuk om even te vertellen. Mijn naam is Petra van Geur. Ik werk als internist in het Rabaut UMC al vele jaren. En eigenlijk al heel vroeg in mijn carrière had ik het gevoel van zo'n vakgroep is wel heel erg een eiland van expertise. En we doen allemaal ontzettend ons best. Maar we zitten wel ook met z'n allen op een eiland. Ik had dus heel erg de behoefte om ook buiten dat eiland te kijken. En ben toen begonnen met ziekenhuisbrede kwaliteitsprojecten, kwaliteit van zorg, om die te verbeteren. Eerst medisch, was het ook niet. Interprofessioneel heb ik daar geleerd. En na verloop van tijd kreeg ik het gevoel van, wacht eens even, in de zorg hebben we heel veel gedaan aan standaardisatie. Iedereen moest dezelfde zorg krijgen als je dezelfde aandoening had. Dat helpt. Maar op een gegeven moment ben je daar wel klaar met verbeteren. Digitalisering, allerlei mogelijkheden die er kwamen. Maar ik had steeds meer het gevoel, het zit in de mensen. Als wij toe willen naar goede professionals, moeten we investeren in de mensen die dat vak gaan doen. En dat is voor mij de reden geweest om te gaan werken aan professionele vorming. Ik heb dat zelf in mijn opleiding eigenlijk nooit gehad, maar heb vooral mensen dingen zien doen en ging daar wel keuzes in maken, wat past bij mij en wat vooral niet. Hè. Ik kan nog zo zeggen, van die opleider, daar heb ik vooral over geleerd, nooit van zijn leven. En die ander, vooral dat wil ik ook, want dat is goed. Maar ook het gevoel van, jeetje, ik ben geen rol aan het spelen, want dan hou ik dit vak niet vol. Ik moet mezelf leren kennen om ook te kunnen bewegen met alle soorten patiënten die er zijn. En dat moet je dus leren. En dat leer je nu door ervaring.
Maar kunnen we dat ook niet terugbrengen in de opleiding? Dat is een heel relevant stuk van de opleiding. Nou, dat is een beetje het idee waarom PPO zoiets moois is in mijn optiek. Ja. Ik zie Niels al heel erg knikken. Ja, ze hebben precies de perfecte brug gemaakt voor mij. Omdat jezelf leren kennen was een stuk wat ik in mijn laatste functie heb ik een psychologiecursus, algemene inleiding psychologie, mogen volledig nieuw opzetten met Harold Pekkering en Tessa Lanzo samen. En daar was dus ook het stuk, psychologie gaat over de mens, iedereen die het studeert is een mens. Dus leer jezelf kennen, dan leer je ook mensen kennen. En je kan jezelf gebruiken als instrument om ook mensen te begrijpen. Dus we hebben heel erg direct aan het begin, direct in week 1 gevraagd, zeg ik maar een beetje, niet volledig, wie ben je, maar waarom ben je hier? Waarom wil je psychologie studeren? Wat denk je dat het jou brengt? Dus heel erg die betrekking op het individu. En kort over mijn achtergrond, waarom ik dat een heel mooi idee vind, is, ik ben oorspronkelijk opgeleid als leraar wiskunde en filosofie. Heb daarna best veel gestudeerd en was ergens, ook studeren is best leuk, maar ik was ook heel erg gefrustreerd dat ik geen goede onderbouwing vond. Waarom geven we zo les hoe we lesgeven? Ik heb heel veel verteld gegeven, oh, zo moet je het doen, maar ik dacht, waarom? Uiteindelijk hier beland, CNS master gedaan, PhD gedaan over zeg maar echt een neuronale mechanismen achter het leren. Toen ben ik hier uitgekomen, oké, dus we weten het veel beter dan we doen. En sindsdien een beetje gestopt met onderzoek en ook zelfs met een beetje lesgegeven, maar ook niet veel. Dus ik ben een van de vreemde vogels. Onderwijs van jongeren is echt mijn enige ding. Dus ik geen onderzoek meer, geen les meer. En dus wat ik vooral wil proberen is meer menselijkheid in het systeem brengen. Eindelijk echt wat we over individualisatie, student-centeredness, echt de student staat centraal, eindelijk systemen opbouwen die serieus en volledig bovenop hebben. Dat echt student empowerment en volledig student centraal. En natuurlijk PPO is een heel centraal stuk. En ook ergens, als ik heel eerlijk ben, ik wil dit niet alleen in de PPO-oplijn, maar eigenlijk volledig door het hele onderwijs. Ja. Maar natuurlijk, op dit moment is PPO een heel goed punt en is natuurlijk een sterke van deze universiteit hier vooruitgangen te maken. Dus het is ik vind het een heel goed brug, die PPO leren niet alleen als we gaan over onszelf nadenken, maar ook hoe maak je juist vanuit jezelf die koppeling met je vak, met je professionaliteit, maar ook met de inhoud van de vakken. Dus dat je het niet zo hebt, we hebben ons vakken, we hebben ons PPO. Ja. Ja. Maar dat vind ik zo mooi dat je dat zegt, hè? Want wij hebben ook ervaren, we wisten het eigenlijk ook al wel, maar je ervaart het ook, dat dit moet geen separate leerlijn zijn, naast alsof dat allemaal parallel aan elkaar loopt. Maar je wil graag dat die student zichzelf zo leert kennen, dat hij vervolgens in een werkgroep kennis over X gaat toepassen wat hij van zichzelf heeft geleerd. Of als ze in een groepsopdracht zitten, van, oh, wacht eens even, maar deze rol in die groep vind ik heel moeilijk, maar dan ga ik nou toch die uitdaging aan. En daar durf ik dan ook eens even op terug te komen. Hè. Ik ben heel verlegen, maar ik ga toch de voorzitter proberen te zijn. Wat doet dat dan met mij? En kunnen anderen mij helpen? Zodat je dus verbinding maakt. En als dat lukt, dan gaat die docent die eigenlijk dacht, is de PPO nou wel zo zinvol en het gaat toch een beetje af van mijn tijd in het curriculum, dat die het gevoel heeft van, hé, wacht eens even, maar nu heb ik andere studenten die waardoor groepsonderwijs, een werkgroep of allerlei soorten dingen, mensen komen voorbereid, want ja, anders hoef ik ook niet te komen, hè, maak keuzes daarin. Dus je krijgt andere soorten studenten waarbij ik hoop dat de docent van het vak ook het gevoel krijgt, hey, doordat ze die PPO-lijnen hebben, krijg ik de meer gemotiveerde mensen in mijn groep. En de groep wordt ook echt van de studenten, het onderwijs wordt van de studenten. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Ik denk dat je eigenlijk al wel antwoord gegeven hebt op de vraag die ik wou gaan stellen. Ja. Ervaring van studenten ten aanzien van wat is de feedback die jullie krijgen ten aanzien van jullie leerlijnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat die feedback heel negatief is na dit verhaal. Maar hoe ervaren studenten? Nou, als ze komen, en ze komen als 18-jarige van school. En ze komen, ik ben bij ons, geneeskunde BMW studeren. En ze komen voor, nou, ik fysiologie, pathofysiologie, anatomie, hè, zo tjaka. En ze krijgen dan de opdracht of ze krijgen een lijn waarin ze in de spiegel mogen kijken.
en dus over zichzelf mogen nadenken, dan is er een groepje waar dit een hele vreemde eend in de bijt is. En dus we hebben veel studenten, we hebben het hele spectrum, we hebben studenten waar het meteen bij aansluit, we hebben een hele grote middengroep en we hebben ook een kleine groepje die het toch wel heel erg moeilijk vindt. En we hebben in de afgelopen jaren, we doen jaarlijks veel evaluaties, veel gesprekken met studenten. En wat je ziet is dat in die loop van de bachelor het aantal studenten waarbij wat wij zeggen het kwartje valt, als maar toeneemt. En het is ontzettend mooi om te zien hè, dat als ze dan zo richting eind bachelor terugkijken, hoe ze ook zelf kunnen terugkijken van ja, want in het begin maar een beetje vaag, hè, zoals ze dan zeggen. Maar ik heb er toch eigenlijk wel heel veel aan gehad en veel meer dan ik zou denken. En mijn vrienden vragen waarom ze het eigenlijk niet bij mij in die andere studie doen. Waarom krijgen wij dit niet? En dat zijn dan toch wel hele mooie complimenten. Ja, of een student die zei, goh, ik zit nog in het oude curriculum, ik heb het nooit gehad. Maar mijn vriendin heeft het wel. Jeetje mina, dat had ik ook moeten hebben, zeg. Ja. Dan was ik al heel wat verder geweest, ja. Ja. Dus het is heel herkenbaar. Ja. Dat zijn wel de beste complimenten die je kan krijgen. Ja. Ja. Dus dat, hè? Zo dit spectrum. Ja. Ja. Ik wil even de zaal de kans geven om vragen te stellen, want het is, dat was ik nog vergeten te zeggen, maar die kans hebben jullie. Je mag vragen stellen, sterker nog, graag zelfs. En je mag ook tussendoor rustig nog even een drankje pakken als je dat wil. Zijn er al vragen vanuit jullie? Marit. Petra, je vertelde net dat jullie al een paar jaar bezig zijn. Merk je het ook op de werkvloer al in het ziekenhuis? Van de Lies, merk je dit al? Hoe ligt uw student aan de studenten? Ja, je merkt het al. Waar merk je het dan aan? Bij ons is dan de masterfase het co-schap. Waarin ze op de werkplek komen. En dan hebben ze dus 3 jaar PPO gehad. En het feit dat er meer dan daarvoor co-assistenten komen met een persoonlijk leerdoel. Co-assistenten die zeggen, ja, dit is het programma, maar dan haal ik niet wat ik echt moeilijk vind. Dus mag ik dan niet dat? Dus die wat meer gaan sturen ook in wat ze willen leren en waarom. We merken het in de co-groep. Soms gaat het heel goed, maar soms worstelen ze ook mee. Maar dan herkennen ze de worsteling, vind ik dan ook al. Als het gaat om dingetjes als de diensten moeten verdeeld worden. En één iemand, die heeft al ingevuld voor de andere. En dat werkt niet zo. Collegialiteit. Maar daar moeten we het dus over hebben. Daarmee is het probleem nog niet opgelost. Maar het feit dat ze dus een aantal dingen herkennen, samenwerkingsvaardigheden, feedback leren geven, leren ontvangen, blijft moeilijk. Maar ze maken wel stappen. Dat is vooral wat je ziet. Wat ik ook wel zie, weet ik nog niet zo goed wat ik daar nou echt van vind, is dat het lijkt erop dat het percentage studenten wat vanuit de bachelor niet naar onze geëigende master-co-schappen gaat, dat lijkt wat groter. Wij lijken wat studenten te verliezen. Ik heb nog niet precies de getallen, maar een van de vragen die leeft is, zetten wij studenten zo aan het denken over wat ze belangrijk vinden, wat ze, ja, maar ook dingen over privébalans, werkbalans. En dan zien ze al die verhalen van die dokters die zich helemaal uit de naad werken. En ze zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Ze kijken ook in de wereld om zich heen. Ik vind dat eigenlijk iets heel moois. Tegelijkertijd denk ik, maar we hebben ook dokters nodig. En de maatschappij investeert ook in een hele dure opleiding. Dus er zitten gewoon wat kanten aan. Ja, maar dat is ook een van de dingen die we zien. Ja, dat is dan die overgang. Maar je ziet ze ook al in jaar 1 of in jaar 2 al veel vroeger. Hè. Dat er een gesprek mogelijk is. Hè. Je mag nadenken over wil ik deze studie en past dit bij mij? Want bij sommigen past de studie eigenlijk ook niet, weten eigenlijk helemaal niet waar ze aan begonnen zijn. En kunnen we ook wel vroegtijdig dat goede gesprek aangaan, waar ze denk ik wel heel veel aan hebben.
om al, misschien al eerder een andere studierichting te kiezen. Ja. Ik denk ook een van de beste e-mails die wij in de aanloop van de reflectie hebben gekregen, was, hey, heel erg bedankt, ik heb de studie gestopt. Ja. Ik heb geleerd, ik wil helemaal geen onderzoek doen over hoe mensen werken. Ik wil gewoon met kinderen werken. Mm. En derde week van de bachelor, prachtig. Mm. En natuurlijk begrijp ik voor de universiteit, geld gaat via studenten. Bemoei ik me niet zo heel veel mee, is niet mijn taak. Mm. Maar, en voor die student lijkt het een goede keuze te zijn. En die goede keuze is vroeg gemaakt. Mm. Dus supergoed, dus als het maar helpt. Ik ben daar alleen fan van. Ik wil nog heel graag op je eerdere stuk terugkomen over de studentenervaring. Omdat ik vind het zo interessant ook. Het is een 7-week cursus en ze moeten iedere week reflecteren, schriftelijk. En een van hun collega's in de werkgroep gaat het lezen en daar feedback over geven. Het is nog wel een klus en ze vinden het niet fijn. Er is een criteria hoe het beoordeeld wordt, maar ook de hele cursus is zonder cijfers, alleen je haalt het of je haalt het niet. Dus ook om echt de druk ervan af te halen en gewoon ook echt de ruimte te maken voor reflectie. Maar natuurlijk, studenten voelen zichzelf ook, is het nu een goede antwoord? Heb ik voldoende veel geschreven? En ik had daar één gesprek die ik nooit ga vergeten. De docent vroeg, was tijdens corona, en we hadden gelukkig de mogelijkheid om een heel beperkte groep op campus te welkomen. En het was een persoonlijk gesprek met de student. En hij vroeg, ja, maar hoe weet ik nu dat dit een goede antwoord is? En de vraag was zoiets, wat vind je van deze theorie? Wat vind je persoonlijk van deze theorie? Niet op een analytisch niveau, maar gewoon echt op een, resoneert dat met jou? Resoneert dat met jouw ervaring als mens? En zei hij tegen mij, ja, maar hoe weet ik nu dat het een goede antwoord is? En dan vroeg ik hem, nou, vind jij wat je geschreven hebt zelf, vind je dat een goede antwoord? Hij zei, ja, eigenlijk wel. En was een beetje zo, kijk hij me een beetje verwaard aan. En dan zo, ja, maar dat is toch niet de bedoeling, toch? En als ik zei, nee, dat is precies de bedoeling. We willen gewoon dat jij hierover nadenkt. En als je denkt, dit is een goede reflectie, ben je klaar. Dus viel hij stil. Zo ongeveer 20 seconden. En dan zei, ja, maar dat is een hele fijne manier om te leren. En ik ga het gewoon nooit vergeten, omdat het was voor mij zo duidelijk. Ze komen gewoon met 18, 17, 19 van de middelbare school. Ze zijn zo gewend in bepaalde kaders te werken. En op het moment waar je zegt, hey, denk gewoon even na, laat ons weten wat je denkt, zijn ze heel erg verwaard. Ja. En ik kan je boos worden, ik kan je verdrietig worden, ik zal de gevoelens voor je terughouden. Maar dan die transformatie die ze maken, en ook op het einde heb ik met meerdere studenten gesproken, en ze waren wel, ja, het was wel echt niet fijn. En dat kennen jullie ook, over jezelf reflecteren is gewoon even met je werk. Maar sommigen zeiden echt, ja, het heeft me echt geholpen. En ja, daar doe ik het gewoon voor. Maar dan natuurlijk, misschien ook voor de latere delen van het gesprek, wat zo frustrerend dan is, is dan heb je iets supergoed geëvalueerd, studenten bevalt het, veel mensen trekken het ook binnen de opleiding, zeggen, hey, supergoed. Maar je bent zo afhankelijk, zeg maar, bijna iedereen mee te krijgen, om echt een bredere visie te kunnen trekken, dat je zegt, nu hebben wij dit vak, en dan komt het volgende vak, en dat zegt gewoon, oké, dit zijn de opdrachten, dit is de tentamen, succes. En dan is gewoon weer een heel andere manier, dan, ja, dan gaat het niet meer over wat jij ervan vindt, en daar vind ik dus echt, ik hoop heel erg dat we over 10 jaar hier kunnen zitten en praten dat we veel meer, wat jij ook zei, veel meer terechtkomen, niet alleen hier isoleert PPO, maar gewoon echt meer doorstreven. Die integratie, omdat gewoon, ik denk ook wat je zei, dus dat die docenten ook op het eind merken, oh hey, de studenten werken anders mee. En we kunnen op een ander level werken. En daar wil ik heel erg naartoe, dat we niet zien, oh, het is een mooie bonus, maar het is voor mij gewoon een integrale bestanddeel om echt de student centraal te zetten. Ja, en ik heb ook heel vaak gedacht van, oh, wacht even, ik moet terug naar die student. Ik moet aan de student vragen, hoe werkt dat nou voor jou? Als jij hier studeert, hè, wat kom je dan tegen? En dan kom je dus tegen dat een reflectieopdracht in onze leerlijn, noem ik het dan maar even, daar vragen we iets heel anders. En vervolgens vragen ze in een andere leerlijn ook weer om een reflectieopdracht. En dat moet er dan ineens heel anders uitzien. Maar voor die student is het 2 keer dezelfde opdracht, reflectieopdracht. En dan raken ze totaal in verwarring van wat moet er hier nou weer? En dan sturen we dus op hoepeltjesgedrag. Hè? Oh, hier moet het dus zo en daar moet het zo. En dan zijn we weer weg van die bedoeling. Dus ook dat zeg maar, als je zo'n leerlijn wil ontwikkelen, en hij is echt bedoeld
om die student zijn authenticiteit te behouden, te versterken en keuzes te kunnen maken. Hè. Wij willen straks dat wij professionals afleveren aan het einde van de studie, die lekker aan het werk kunnen gaan, geboeid zijn door het vak en zich daar verder in kunnen ontwikkelen. En ook vooral samen kunnen werken, want welk vak is er nou nog waar je niet samenwerkt? Dus als we dat willen, dan moeten we ook steeds, zeg maar, in het ontwerp en het doorontwikkelen van die leerlijn nauw in gesprek zijn met die student. Want wij als docent heb je gewoon niet dat beeld van hoe een student beweegt in die studie. En we kunnen wel met docenten praten en het belang uitleggen en vragen of ze mee willen doen. Maar die student die ervaart het. En daar moeten we steeds, denk ik, op voortborduren en bijsturen. En ook de student de gelegenheid geven om daar ook bij andere docenten ook op de deur te kloppen. Hè? Dus een van de resultaten was ook dat docenten zeiden van nou zeg, ik krijg aan het einde van mijn les feedback. Dat heb ik van zijn leven nog nooit gehad. En ik krijg het zonder dat ik gewoon vraag. Wat gebeurt hier? Ja, in de eerste keer denk je wat gebeurt hier. En de tweede keer denk je nou dat is handig. Dan kan ik de volgende werkgroep anders doen. Dus wij moeten ook een beetje weer veranderen en aanpassen. Ja, dat is dan wel weer mooi. Ja. Ik wilde direct even als brug gebruiken om even een advertentie te maken van een project van mij. schaamteloos, ik weet het. maar dus, en dit is een TLC voucher project, dus heel erg bedankt voor het funding. Wat we dus aan het doen is precies wat jij zei. Hoe kunnen we echt die ervaring van de student meenemen en daarmee zeg ik maar ook in kant van PPO werken? En we dachten ons, nou ja, weet je hoe je die ervaring meeneemt? Je laat die student gewoon leiden. Dus we zijn bezig een interdisciplinaire learning community op te richten, waar dus ook PPO een heel centrale aspect is, waar gewoon echt de studenten zeggen, hey, dit vind ik boeiend, daar willen wij aan werken. En wij zitten dan, zeg ik maar, als onderwijsprofessionals in de achtergrond en zeggen, oké, wat heb je nodig? En wij schakelen dan zeg ik maar, experts erin of even kijken, maar, hey, misschien een coach, misschien iemand die het proces kan begeleiden, maar gewoon echt structuren opzetten. En dat is ook echt wat ik mijn huidige functie meer en meer wil doen. Gewoon echt structuren bouwen waar studenten niet meer door huppeltjes springen, maar echt gewoon dingen zelf doen. Dus het andere stuk van waar we mee bezig zijn is gewoon challenge-based learning. Gewoon waar we echt maatschappelijke problemen nemen, studenten in interdisciplinaire teams vormen, daar opzetten en lekker aan de slag gaan. En dan gewoon echt dat de docent gewoon in een uitvoerende houding komt en niet omdat gewoon huppeltjes. We zijn nog niet goed uit hoe je goede huppeltjes te zijn in onderwijs, is mijn ervaring. Mm-hmm. Dus dat moet ik gewoon niet gebruiken. Ja. Nou, mooi project. Benieuwd. Ja. Dank je. Kun je die huppeltjes in het huidige curriculum dan ontwijken? Of doe je dit in een onderslag? Of hoe pak je dat dan aan? Dat is precies de goede vraag. Niet ingestudeerd, hè? Nee, is niet. Hij springt door het hoepeltje wat jij hebt. Dit is in mijn eerdere functie was ik dus direct betrokken bij de opleiding psychologie. En daar merkte ik dus inderdaad, hey, binnen een cursus kan je veel innoveren als iedereen bij het cursus meedoet en als je ook steun zeg maar, van de opleiding heeft. Maar dat breder te trekken is dan vaak bijna onmogelijk, omdat je gewoon bijna unaniem steun nodig hebt. Dus dachten we ons, hey, laat ons iets opbouwen buiten het curriculum, waar we de vrijheid hebben echt iets neer te zetten, waar we denken, hier geloven we in, hier staan we volledig achter. En dan kijken hoe we de aansluiting maken met het curriculum. Het is een klus, het is een project van meerdere jaren. Wat we nu concreet aan het doen zijn, is, en in AI hebben we dat zeg maar, al van de grond gekregen, is te kijken, er zijn in meer en meer opleidingen vakken, PPO-vakken, die zeggen een beetje zoiets als expeditie of ontdek iets, maak een plan, zeg ons wat je gaat doen. En dan zeggen wij, ja, is goed, je krijgt er 6 essays voor, je krijgt een coach erbij. En wat we dus nu aan het proberen zijn, is dat we projecten van de grond krijgen, met interne, met externe partners, met onderzoekers, met bedrijven, met maatschappelijke stakeholders, waar studenten aan gaan werken. En dat wij dan met die docenten van die PPO-vakken kijken, hey, kunnen die studenten niet in jouw vak, als ze hier aan werken, en we laten je zien hoe we hier PPO waarborgen in de challenge, dan daar die credits voor krijgen. Als zeg ik maar bruggetje stap, omdat waar we naartoe aan het werken zijn, is echt interdisciplinaire mino op te zetten, waar je dus zeg maar vakken daarvoor ontwikkelt. Maar natuurlijk, interdisciplinair onderwijs, moet ik alleen zeggen, iedereen begint te lachen,
Het is een speerpunt van de rector, zei ze gisteren in een presentatie waar ik heel erg blij van was. Maar we weten allemaal, de structuren zijn er nog niet. En dus we hopen nu dat we voor de komende 1-2 jaren gewoon een beetje kijken hoe kunnen wij slim aansluiten bij de opleiding, waar we ook heel veel steun van is en heel veel behoefte. En dan echt over 3, 4, 5 jaar te kijken wat voor structuren en mechanismen kunnen we hebben om inderdaad precies dat jouw vraag een beetje, dat dat dan een goede antwoord op is. Dus het is een proces. Eva. Ja, ik zie daar wel hele mooie aanknopingspunten met de Radboud Law Clinic on Human Rights waar we mee bezig zijn. Waar we ook komend jaar willen gaan proberen om samen met antropologie ook een interdisciplinair project te werken. En dit, ja, ik, we gaan praten. Ik hoor hier twee dingen door elkaar lopen. En als ik dan dit hoor en hoe krijgen we dit nou in de opleiding? Ik hoor hier aan de ene kant de PPO-inhoud, dus wie ben ik en wat wil ik, wat zijn mijn leerdoelen. Maar aan de andere kant ook didactiek en toetsing. Dus die challenge-based learning is een manier leerdoelen zelf bepalen en daar niet met een cijfer een oordeel krijgen. Dat zijn natuurlijk hele didactische keuzes. En ik hoor eigenlijk meer didactiek dan PPO in jullie verhaal. Want ik hoor, dat het is zo fijn dat ze de vrijheid hebben en ze geven hun eigen doel en ze stellen op een gegeven moment voor, nou we willen niet jullie hoepeltje, maar mogen we ons eigen hoepeltje daar neerleggen en dan gaan we daar doorheen springen, nou dat is goed. Maar dat is volgens mij, zoals ik het begrijp, niet per se aan de PPO-inhoud, dus die professionele reflectie gebonden, maar zou ook heel goed in andere vakken kunnen. In hoeverre is die dialoog binnen de opleiding op dit moment over die didactiek gaande? Ik vind het een moeilijke vraag, maar dat maakt niet uit. Daar is het leuk om te bespreken, denk ik. Want ik voor mijn gevoel, ik herken niet zo de splitsing didactiek en PPO. Volgens mij loopt dat heel erg samen. Proberen we vooral met deze leerlijn eigenlijk een nieuwe dimensie in de studie te stoppen. Dat je vakkennis hebt, dat je vaardigheden hebt, beroepsvaardigheden. Bij ons is dat lichamelijk onderzoek of zoiets. Maar dat je dat ook met een bepaalde attitude en persoonlijke ontwikkeling, en dat die nooit ophoudt. Dus dat je altijd blijft leren. En daarvoor moet je ook steeds bij jezelf steeds vragen stellen om van daaruit weer verder te gaan. Dat nog een extra dimensie is. Hè. Er wordt soms ook wel eens als een T-shaped professional neergezet. Dat zijn generieke kwaliteiten die je hebt bovenop de specifieke studie die je doet. En we besteden dus nu veel meer dan voorheen aan die generieke kwaliteiten die je nodig hebt. Die je helpen om beter door je studie te komen, maar ook straks als in het werk als professional. Dat je daaraan werkt. En dat doe je dan met didactische vormen. Ja. Maar die didactische vormen zouden ook in die andere opleidingsmodules kunnen plaatsvinden. Ja, tenminste, en dat is dus de integratie die we steeds aan het zoeken zijn. En Annelies begon met te vertellen, hè, van wij zijn een leerlijn patiëntcontacten en professionaliteit. Dat was eerst gescheiden, maar die hebben we al bij elkaar gestopt. Want hoe kan het zijn dat wij onze studenten contacten laten hebben met patiënten en in het eerste jaar weten ze nog helemaal niks, is ook de bedoeling. Maar vooral de naïeve student gaat in gesprek met een patiënt en hoeft niks te kunnen beantwoorden, maar moet zich vooral verwonderen over wat is het om een patiënt te zijn, wat doet dat dan met jou, wat zijn allerlei, wat doet dat met jou en jouw relatie en je kind en je werk en je leven. Dus die persoonlijke aspecten. Maar is het dat dan? Nee, natuurlijk niet. Wij willen niet alleen maar dat ze zeggen dat was leuk of die patiënt had een mooi verhaal. Maar we willen dat er vervolgens iets gebeurt met hun. We bieden het niet aan omdat het leuk is. We willen dat ze zich bewust zijn van, oh wacht eens even, maar die patiënt die ervaart van alles en nog wat. Oh, dat moet ik dan ooit ook nog eens leren. Dus je wil dat ze bewust zijn, inzicht. En uiteindelijk een attitude, vorm en gedrag daarbij. En dat is een continuum. Ja.
En dat zit denk ik in überhaupt in dat hele PPO, dat je die fases doorloopt. En bij voorkeur juist in integratie en niet als die separate leerlijn. Zoals we wel noodgedwongen begonnen zijn, omdat we niet wisten hoe we het anders moesten doen. Ja, de gedachte kwam in me op vanwege het voorbeeld van die reflectie die er dan in de PPO-modules op een ene manier worden ingevuld en dan bij een ander vak waar ze moeten reflecteren heel anders. Ja. Dat lijkt mij bij uitstek een didactiek vraag die je binnen de opleiding best kan bediscussiëren. Ja, vragen we eigenlijk, wat bedoelen we met een reflectie? Ja. En dat hoeft ook niet overal hetzelfde te zijn. Ik denk dat een goede professional zich ook bewust moet zijn van context en dat het ene... De ene plek iets anders kan betekenen dan de andere. Ja. Maar dat lijkt me niet per se gebonden aan... Nee, dat ben ik zeker met je eens. Hè. En daar moeten we juist naar elkaar toe groeien. De eerlijkheid gebiedt mij dat mijn generatie hier vooral niet in opgeleid is. En de biochemicus van mijn generatie ook niet. En als die dus een reflectieopdracht geeft, dat ook vooral niet gaat over... En wat heb ik nou geleerd, welk inzicht heb ik gekregen en wat ga ik daar vervolgens mee doen? Maar dat hij meer vraagt om een samenvatting van wat heb je nou gehoord op vakgebied. Ja, even heel plat gezegd, hè? Dus daar zit ook een stukje van die worsteling. En voor die student, die krijgt twee keer de reflectieopdracht en de een vraagt totaal iets anders dan de ander. En dat werken aan docentprofessionalisering, want dat is eigenlijk waar je het over hebt, had jij het ook over. Van hoe krijgen we nou bij elkaar die visie, maar ook het uitdragen van die visie, dat die student steeds geprikkeld wordt om al die dingen te gaan toepassen. Ja, dat is best een klus. Is dat nog een vraag? Dat ken ik ook absoluut. Ja, ik heb meer een aflevering voor jou. Ik ben ook als coach in de leerlijn, maar ook als docent bij geneeskunde werkzaam. En ik denk dat het leuke wel, wat je heel erg kon zien, is dat die studenten verschillen enorm. Het is net wat Annelies ook zei, van ja, maar in het begin gebeurt er eigenlijk gewoon niet zoveel. Ook in dat stuk coaching überhaupt niet. Een ander heeft heel snel inderdaad dat soort van kwartjes vallen. En ik denk vooral dat dat ook heel prima moet zijn. En dat is misschien nog een beetje het enige gevaar, omdat we natuurlijk toch nog best wel, er zitten ergens ook soort van hoepeltjes in een reflectieverslagen, moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Ja, daar kan je misschien nog wel over discussiëren, van hoe kan je dat nou eigenlijk het beste doen en dat je die spreiding in ontwikkeling er ook nog wel mag zijn, want iedereen start ook weer met een heel andere basis. En dan uiteindelijk is denk ik ook nog wel onze bachelor ook gewoon iets meer bijvoorbeeld best wel hoepeltjes gericht, terwijl de master dat bijvoorbeeld veel minder is. Mm-hmm. Dus die omgeving waarin ze verder functioneren verandert dan ook in één keer. En dan zeg maar kan je pas wat meer misschien ook nog gewoon wat vrijer toepassen wat je eigenlijk in dat hele stuk bachelor wel al aan het leren was op het gebied van professionaliteit. Maar er zit best wel verschil in hoe studenten het ook kunnen oppakken in jaar 1, 2 en 3. Maar dat is denk ik ook gewoon mogelijk op het moment dat je verder op weer ziet. Ja, maar dat is een groot probleem in het algemeen. Dat hoor je overal. Dat is een erfenis van reflecteren in het VWO. Er zit een soort reflex. Als er gevraagd wordt om reflectie, dan wordt er een riddeltje afgedraaid. En wij zien het ook, bedrijfskunde, economie. Dan zie je ook een soort van standaard verhaaltje. Ik vond dit, want dat. Zo, klaar. Ja, dat is dan de reflectie. En dat blijft heel erg afgeveend, klaar en weer verder. Dus dat moeten ze echt ontleren. En dat is, denk ik, enerzijds op de leeftijd nog heel lastig. Maar ook omdat er gewoon weinig aandacht voor is, hoe het anders zou moeten. Ik wil nog heel even op jou vragen, omdat er in dementie ontbreekt er voor mij nog twee antwoorden. Heel kort mijn ervaring binnen de opleiding, over het didactief stuk. Zodra je met veel docenten om tafel zit over het didactief, wat bedoelen we eigenlijk met reflectie, wordt het ingewikkeld. Ook soms een beetje nog een generatieverschil. Dus mijn ervaring is, en zeg ik maar, voor mij is vooral, je moet hebt een bepaalde vrijheid nodig. En sommige docenten willen daar meer structuur aan geven. Dus mijn stuk was ook vooral, we gaan hier dit doen, omdat dit in dit context het beste is. En dan zien we wel, ik denk, we zijn er nog niet in de meeste opleiding om echt gezamenlijk gedragende visie van wat begrijpen we van reflectie te kunnen ontwikkelen, die dan zeg ik maar consistent uit kan dragen. Misschien is dat ook nooit nodig.
over het tweede stuk wat je zei, met dan kiezen de studenten hun eigen huppels. Er mist voor mij één heel belangrijk woord in dit context, en dat is authenticiteit. Want ik denk, op het moment waar studenten zelf echte dingen kiezen, en niet zeg maar, voor mij is vaak onderwijs ook een beetje, in mijn achtergrond is het ook wiskunde, en je hebt heel veel voorbeelden van zeg maar, waar bepaalde wiskunde is gewoon druk leren. En dan gaat het niet over begrip, dan gaat het over, hey, kan je deze truc doen als ik zeg, hey, doe het alsjeblieft. En dat heeft niks met authenticiteit te maken. En op het moment waar studenten zelf zeggen, hey, ik wil aan dit stukje werken, dit is een challenge die mij boeiend lijkt, breng je authenticiteit in die verhaal. En op het moment waar dan, en ik geloof erin, zodra de studenten authentiek met iets bezig zijn, heb je automatisch PPO. Omdat ze hebben een beeld van, oh, ik ben nu dit aan het doen met deze doel. En ze geven erover op een bepaalde manier, er gebeurt een bepaalde identificatie. En als het niet loopt, vinden zij het stom. Dus gaan ze vragen, hey, hoe krijgen we dit aan de loop? Of ze ja, nee, je hebt volledig gelijk. Dus ik hoop heel erg dat als we meer plekken in het onderwijs creëren waar studenten echt ook meer empowered zijn en autonoom zijn, niet volledig vrij zonder steun, daar gaat het niet over. Maar zeg maar, die combinatie van vrijheid en guidance, dat ze dan automatisch in hun proces meer PPO gaan vormgeven, omdat ze gewoon dingen aan het doen zijn die aligned voelen. Waar ze niet denken, ik doe dit dat mijn docent een goede cijfer geeft, maar ik doe dit omdat ik hier, het is voor mij. En hoe zie je dan dat het zich verhoudt tot de eindtermen en de, ja, want dat is toch een grote koepel waar we met z'n allen nog steeds aan gebonden zijn. En dan kunnen we natuurlijk heel mooi vrij denken dat we dat ook overboord moeten gooien. Echt het oude meestergezel type. Nee, maar ja, daar zijn we nog niet. Dus in de tussentijd, hoe gaan we daarmee om? Ik heb de eindtermen bij psychologie toen gelezen. En dat was een van die stukken daarvan, ik weet niet of ik het goed werk kan geven, maar het ging over mensen die kunnen bijdragen aan florerende omgevingen en organisaties. En daar vroeg ik mij, zijn wij hier als universiteit en als opleiding een goed voorbeeld van? Voelen de studenten dat het een gewoon florerende plek is waar mensen het fijn hebben, die veilig is, die warmte uitstraalt? Dacht ik, nou ja, misschien moeten we. Dus er zijn dingen in die eindtermen die veel beter aansluiten, waar wij ook hier over PBO over praten, als dan wat we daadwerkelijk aan het toetsen zijn. Want heel veel van die dingen, zeg maar, als we veel toetsen op een bepaalde manier, hebben we gewoon teaching to the test. Kennen we allemaal. We weten wat daar gebeurt en we weten ook wat dan zeg maar, de eigenlijke leerdoelen worden. En daar heb ik zo vaak, als je naar de eindtermen kijkt, ben ik wel soms een beetje sceptisch dat we ze echt op een diepe manier goed behalen. Zeg maar, ja, we kunnen ze doen alsof we ze behalen, maar ja, zit er echt diepe substantie binnen? Kennen, kunnen en toepassen, hè? Ja, precies. Toepassen. Precies. Ik denk dat bij het onderdeel kunnen ze het ook werkelijk toepassen en kunnen ze het in een groep toepassen en kunnen ze het met elkaar laten ontstaan, dat daar ook een heel belangrijk gebied zit waar je PPO, waar het al zit, maar we het nooit zo genoemd hebben. Ja. En waar we het misschien wel eens wat makkelijker zou kunnen expliciteren. Zodat de student ook het gevoel heeft, ik doe niet nu PPO, maar ja, ik doe iets wat ertoe doet voor mij. En by the way, ik leer dus feedback geven en ik leer samenwerken en noem het allemaal maar op. En dat is die integratie waar we naartoe moeten, denk ik. Nou, de studenten herkennen het beter in dat soort authentieke situaties. Ja, precies. Ja. Want dan herkennen ze het met elkaar in een team werken en hun rol. En waarom kies ik voor deze rol en niet voor die rol? En hoe organiseren we het? En hoe geef ik feedback of hoe komt feedback bij binnen? Door die verbinding te maken neem je ze veel beter mee dan dat je ze als het ware abstract met deze dingen bezig laten zijn. Ja. En dat is het mooie van de verbinding, hè, naar authentieke studie en professionele situaties. Ja. Dat proberen wij ook een beetje. Hè. Wij proberen de verbinding te maken met andere leerlingen, met projecten waar ze aan werken. Om daar vanuit die verschillende leerlijnen, die verschillende aspecten bij elkaar te brengen. Dus. Eén onderwerp wat al wel een beetje af en toe voorbij kwam, maar nog niet besproken is. We hebben de student en wat die eraan heeft. Je hebt heel duidelijk de winst van zo'n programma en eigenlijk alle onderdelen van de opleiding besproken.
hij kwam er wel even voorbij dat bijvoorbeeld jouw generatie niet heel erg goed getraind is in reflecteren, was het geloof ik. Ja. Hoe pakt dit uit richting docenten? Of hoe gaan jullie om met de docenten die studenten hier moeten begeleiden? Hebben jullie daar ook een project voor? Ja, voor docenten die bij ons coach in deze leerlijn worden, die bieden we een introductie- of trainingsprogramma aan. Van bij elkaar een aantal dagen in verschillende stukjes. Dus dat doen we vooraf. Ze zijn vaak bij ons gedurende een studiejaar organiseren wij workshops. We hebben uitgebreidere longitudinale trainingen. Dus op die manier zijn wij daar proberen we ze daar goed in te ondersteunen en op te leiden. En ik vraag het, want ik weet dat ik bij een van mijn eigen programma's was. De student zover krijgen dat hij meegaat in, wij willen echt van jou weten wat je hiervan vond. Maar als docent is het ook heel moeilijk om niet te zeggen wat de student ervan vond. Daarmee bedoel ik natuurlijk dat je zelf ook nog in een setting bent dat je de student gaat vertellen wat hij moet doen. En ik vond het heel goed, maar ook best wel lastig om niet de hele tijd in docentrol te schieten. Dan was dat een combinatie van een coachings- en een zeer inhoudelijk programma. Mm-hmm. Maar terwijl ik wist dat ik dat niet moest doen, bleef ik het moeilijk vinden om die rol niet te pakken. Dus ik was benieuwd hoe jullie daar... Ja. Het is het fenomeen van spring maar achterop en daar komen we samen wel ergens. En nu moet je die student zeggen, jij leert fietsen en ik kijk mee. En als je een keer valt, dan sta je weer op. En dan ik denk dat je dat... De klassieke docent, laat ik maar een beetje voorzichtig zeggen, heel erg in zich heeft dat hij vanuit zijn bevlogenheid die ander wil helpen, adviseren, meenemen. En de docentenrol om de ander te inspireren aan de gang te gaan. En dan vervolgens als docent eigenlijk te faciliteren dat het leren gebeurt in plaats van te sturen. Dat is gewoon heel spannend als docent, want daar zijn we helemaal niet gewend. En daarmee raak je ook een beetje de regie kwijt over wat gaat aan het einde van deze les, waar gaan ze mee naar huis, dat weet je dan niet meer. En toch zit je ook weer dan met die eindtermen of die toets die een keer gaat komen, je wil het ze toch meegeven. En dat is dus spannend, dat is ook ingewikkeld. Maar dat is wel, denk ik, waar we uiteindelijk meer naar toe zouden willen dat studenten weten wat ze aan het eind moeten kennen en kunnen. Want ik denk dat als je dat studenten laat weten, dat zij ook, dan gaan ze ook niet gewoon in het vragen van, goh, wat ga ik nou vandaag eens doen, wat vind ik leuk. Want ja, ze zitten ook in een studie, ze willen ook diploma halen. Dus als we wat meer in staat zouden zijn om het eindpunt helder te krijgen, de student te laten weten, je kunt zus doen, je kunt zo doen. Weet je, bedenk zelf eens wat en kom maar bij mij vragen wat je nodig hebt. En dan help ik jou op weg. Dat is heel anders. Ja? Probeer het wel eens. En dan vragen ze, maar wat is nou het goede antwoord? Ja, precies. Ja, ja. En, in de training. We moeten allemaal dit leren. Studenten moeten dit ook. Die komen ook van de middelbare school. Die kregen ook gewoon die antwoorden. Ja, dus ook zij, we hebben met z'n allen wat te leren. Maar als we iedere keer dan denken van, oeh, dat is toch wel lastig, we gaan toch weer op de oude manier, dan komen we niet verder. Nee, dat is een onderdeel van die training. Is ook... Op je handen zitten. Precies, achteroverleunen, letterlijk en figuurlijk. Jij bent niet de oplossing, nee, dus je moet zelf de oplossing vinden. Minder hard werken, op je handen zitten. Vragen stellen, krachtige vragen stellen. Ja, dat is anders, ja. Ik dacht eigenlijk dat jij naar iets anders wilde. Ik maakte even de connectie met de spin-off hiervan. En wat heel erg leuk is, dat mensen die bij ons coach zijn geworden, en dat doen, die hebben een stukje training en vervolgens gaan ze coachen. En wat ik vervolgens voor verhalen terughoor is, weet je wat ik nou zo leuk vind van het coachen? Ik begeleid nu mijn promovendi op een hele andere manier. In mijn vakgroep zie ik ineens dingen gebeuren waar ik nooit naar keek en waarvan ik dacht dat is zo, hoef ik niet bij stil te staan.
Maar daar ga ik nu toch anders naar kijken. Ik durf mijn collega's ook eens te bevragen. Dus in je, wat je leert in die coachtraining, ga je ook. En dan gaat er iets in je gebeuren, leven. Want dan krijg je een grotere spin-off. Wat we zo graag willen in dat, ja, in het docentenveld, in het werkveld. Hè, meer dan wat wij alleen met die studenten doen. Nog een andere dimensie bij de docent, omdat ik denk het is ook belangrijk niet te veel bij de docent neer te leggen. Natuurlijk, de docent moet vrijheid hebben, daar gaat het niet om. Maar je moet ook niet verlangen dat een docent in een oude structuur iets nieuws kan doen. Dus ik geloof heel erg erin, je moet kijken hoe kunnen wij deze structuur, dat gewoon iedere keer dat de docent toch weer de leiding neemt, een beetje iets, je de frictie ervaart. Soms is het als docent, ja, je geeft een opdracht en denkt, oh, dat is wel makkelijk als ik even help. Maar als je het opzet op een manier, zeg maar bijvoorbeeld bij de challenge-based learning, als ik probeer bij alle challenges inhoudelijk mee te doen, ik heb daar niet de tijd voor. Dus ik heb heel erg die incentive om te kijken, hoe kan ik dit project begeleiden op een manier dat die studenten het echt dragen. En natuurlijk heb je dan het probleem met je weet niet waar je uitkomt. Dus je moet wel kijken dat je structuren opbouwt waarin dit oké is. En waarin je zorgt dat de studenten nog steeds veel leren en ook bepaalde termen halen. Terwijl mijn enige hoop bij deze, laten we alsjeblieft niet de eindtermen definiëren op basis van wat kunnen we goed toetsen. Dat is een van mijn grotere wensen. Dus we moeten echt kijken hoe kunnen wij structuren opbouwen waar de docent makkelijk valt een nieuwe rol aan te nemen. Omdat je zit in een klas, we zijn allemaal habitus. Ja. En die te veranderen is bijna onmogelijk, op een snelle manier. Is er nog een laatste dringende vraag vanuit het ja, ik heb eigenlijk gewoon een praktische vraag, want ik hoor jullie op een gegeven moment zeggen dat studenten elkaar ook feedback moeten geven. Hoe richten jullie dat praktisch in? In dit geval. Er zijn een paar piloten over goede peer feedback systemen. Wat wij concreet gedaan hebben is in Brightspace, de studenten moesten een document uploaden. En wat we in Brightspace gedaan hebben, dat in iedere werkgroep voor iedere week worden mensen toevallig allokeerd. Die krijgen dan een locker samen en die opdracht is, jij moet tot die deadline je document in die lockers stoppen. En dat gaan allebei doen, dus iedereen kan het document uithalen. En dan ga je feedback opgeven en ga je het document weer terug in de locker stoppen. Dus zo hebben wij het concreet gedaan. Wat ik eigenlijk wilde doen, maar wat ingewikkeld wordt, was feedback en feedback over de feedback, dat ze sneller leren feedback te geven. Maar dat was dan te ingewikkeld om te doen. Maar het is dus ook niet supervised. Dus dat is een beetje ook zeg ik waar je het last aan hebt. Het is natuurlijk, we hebben 600 studenten. En we kunnen het simpelweg niet betalen, gewoon iedere week een docent over alle feedbacks over, en alles wat er geschreven is overheen te kijken. Dus daarom was ook die feedbackmechanismes, was een beetje een voorbeeld van wat ik net zei, is we geven ook daadwerkelijk uit handen, omdat wij het anders niet kunnen doen. Want we willen wel dat ze gewoon, als ze kwetsbaar zijn, of niet per se kwetsbaar, maar gewoon als ze de tijd insteken en erover reflecteren, dat ze ook ergens dan een stapje mee verder komen. Maar dus daar dit feedback. De studenten snel genoeg feedback te leren in een, zeg maar, het is de eerste cursus die ze doen. Snel genoeg feedback te leren dat de meeste studenten goed feedback krijgen, is echt een grote uitdaging. Bij ons gaat het niet zozeer over stukken die ze geschreven hebben om feedback op te geven. Maar je bent zelf samen in een werkgroep bezig, of je bent een keer voorzitter van een werkgroep als student, of je hebt een bepaalde rol in een project. Of je doet samen lichamelijk onderzoek. En dan gaat het dus niet om, nou je deed dat of dat. Het gaat erom dat ze, we proberen ze te leren dat je over eigenlijk alles feedback kan vragen. En dan zie je de eerste feedback vragen van, vond je dat ik het goed deed? Ja, nee, niet hoor, misschien wel. Hè, maar hoe stel je nou een goede feedbackvraag, zodat die ander die jou gaat observeren, ook met bepaalde ogen kijkt en jou echt verder kan brengen. En dat kan dus over alles gaan. En het gaat bij ons vooral niet eigenlijk, het mag wel, maar vooral niet eigenlijk over stukken die ze geschreven hebben. Maar meer over hoe zij zich presenteren, hun gedrag, hun rol, hun bewoordingen, hun communicatie, hoe dat
bij de ander ervaren wordt. Hè? Zodat je een sparringpartner krijgt van die ander. Ja, en waarbij er ook bepaalde groepsbijeenkomsten zijn, waar ze bijvoorbeeld ook moeten leren elkaar een compliment te geven. Ja. Waarbij ze ook moeten leren, hoe is het, kan ik een compliment ontvangen? Ja, je denkt dat is altijd leuk, maar een compliment echt ontvangen, vinden mensen heel erg moeilijk. Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook een manier van feedback. En daar staan we ook bij stil. We laten ze ook elkaars feedback vragen. Wat heb ik gevraagd aan de ander? En waarom komt daar nou zo'n antwoord waar je eigenlijk niks mee kunt? Dan gaan we toch nog eens even terug naar die vraag. Hoe had je die vraag misschien specifieker? Aan wie stel ik eigenlijk de vraag? Als ik een vraag aan een patiënt vraag om feedback, ja, dan moet ik misschien andere woorden gebruiken dan aan mijn student of aan een docent. Nou, allemaal, dus we gaan daar wel op verschillende manieren op in gedurende die PPO-lijn. Maar vooral, we laten feedbackvragen niet om feedback te laten vragen, maar in de betekenisvolle situatie. Dat is wel de kern. Ja. En wat je dan bijvoorbeeld ook ziet, is dat een eerste reactie is dan vaak van, die feedback krijg ik. Oh, dat is dus de waarheid. Oh ja. Ook, hè? Zo, die reflex. Maar het is gewoon een perspectief. En daar mag je gewoon eens over nadenken. Het is een perspectief. Nou, misschien vraag ik het ook eens aan een ander. En door meer perspectieven te ontvangen, leert het je dat wat. Dus dat hele systeem, daar moeten ze aan, dat is voor hun onbekend. Dus daar proberen we ze mee kennis te laten maken. Dat ik opvallend vind in deze. Mag ik hier, ja? Omdat, wat je zei, roept een heel een vraag in mij op die nog niet aan tafel kwam. Zeg maar bij wat je zei over complimenten ontvangen. Ik denk, we kennen iedereen. Iemand die echt moeite heeft met complimenten te ontvangen. Maar wat ik me wel. Het is een voorbeeld. En dat bijvoorbeeld als een mens, zeg ik maar, bijvoorbeeld een moeilijke achtergrond had. Of zeg ik maar, adverse events in childhood. Ja. Zie je vaak dat zij een lage zelfwaarde hebben. En zeg maar dat het moeite is, zeg ik maar, op het moment waar ze met een compliment confronteerd zijn. Krijgen ze, zeg maar, die mismatch. En waar ik op doel is, hoe ga je om in PPO. Omdat het toch echt aan die persoon raakt. Als je, zeg ik maar, op het plek van therapie komt. Waar je eigenlijk merkt, dit is eigenlijk geen coachingvraag meer, maar de student ontdekt, hey, hier zit iets raars, of je merkt, je krijgt een beetje die frictie, waar je eigenlijk als professional denkt, oké, hier moeten we echt met je opletten. Hoe ga je daarmee om als je merkt, zeg maar, hey, eigenlijk hebben we hier geen coaching nodig, maar zeggen we de studenten, hey, misschien heb je een therapeut nodig. Ja, ja. Nou, dat is denk ik een hele relevante vraag, die we ook bij iedere training heel expliciet op tafel leggen. We hebben veel coaches die zelf dokter zijn en die willen natuurlijk, ja, dat is heel lastig om dat meteen naast je neer te leggen. Dus de hulpverlener zit al in je, zeg maar. Maar we proberen echt heel duidelijk te zeggen, je bent niet de hulpverlener van deze student. We doen dit in de context van de studie. En ja, fijn als je signalen oppikt waarvan je denkt van, hey student, hier raken we aan iets. Ik heb jou te gunnen dat je hier verder in gaat. Maar dat zit dan vaak in het persoonlijke, in de achtergrond, in de ervaring of wat dan ook. Dus we benoemen het wel, maar jij als coach bent niet de hulpverlener en dat ga je ook niet doen. Dus bespreek je observatie wel, dat is waardevol. Maar geef de student vooral mee dat het zinvol kan zijn om hier verder mee te gaan. En dan houdt het ook op. Het komt in de praktijk wel echt voor. We hebben ook wel coaches aan de lijn gehad die zeiden van, mijn hemel, ik weet niet of deze student niet volgende week een suïcidepoging heeft gedaan. Ja, dat komt binnen, hè? Maar dat soort situaties hebben we ook gehad. Nou, goed dat je belt, maar je bent niet de hoeder van de student. Dat kan niet in deze rol. Dus wat kun je wel doen? En je bent ook niet degene die zelf de huisarts belt van deze student die zegt dit of dat. Dat kan niet. Dat kan niet. Die verantwoordelijkheid kun je helemaal niet dragen. Nee. Dus daar nemen we de coaches wel heel nadrukkelijk in mee.
wel een heel mooie inderdaad afbakening van het, ja, van het onderwerp weer. Ja. Ik ben heel weinig aan het woord geweest, dat is een heel goed teken. Ik heb ook nauwelijks vragen gesteld, dat is dankzij jullie, dat is ook een heel goed teken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de inzichten en de uitleg die jullie gegeven hebben over de verschillende leerlijnen waar jullie mee bezig zijn. Ik hoop dat het jullie op ideeën heeft gebracht, dat het interessant was en dat, dat jullie dat meenemen. En ik heb zo nog een cadeautje voor jullie en de rest wil ik uitnodigen om een drankje te pakken en nog even na te praten of heel lang na te praten over dit onderwerp. Dank jullie wel. Dank je wel voor het podium.